Yo, kijk de video van GTA en ik laat het de gratis nu op de zondag doen. Op woensdag van volgende, omdat dan meestal een update video komt. Ja, dan kan ik ook een beetje ja, vertellen. En ik ben een andere guy, alleen ja, hij zei dat het zo meteen komt. Ik wil eigenlijk ja, meer GTA gaan doen, omdat ja, dat is gewoon leuker, denk ik. Ik denk dat GTA leuker is dan. Maar dan ga ik gewoon even tot ik moet wachten. Daily challenge, ik weet niet hoeveel geld hij daarbij krijgt. In ieder geval, ja, hij zei 1000. Alleen dat lijkt me niet. Of dan ga ik gewoon even naar de dingen. Ik weet niet hoeveel ze dat erbij zitten in deze. Oh. Zet even mijn dingen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik heb trouwens even mic uitgezet, anders horen die andere mensen mij de hele tijd. In ieder geval, ik ga even naar die. Ja, naar die casino, dan bel ik. Nee. Die moet bellen. Dan bel ik even de. Dan bel ik even mijn auto. Je through to your garage. You need me to bring you a ride? I'll get there as soon as I can. Dan staat hij hier, meestal. Wat goed is. Nee, hij staat hier om het hoekje. Maar dan staat hij altijd op die kant. Sneller, ik ben sneller! Op het hoekje staat dat ding. Dan ga ik even naar het casino, ga ik even aan het rad draaien. Dan hopelijk komt hij dan. Bam, dat is er één ruit. Ik ken er liever iemand, dus hij kan daar lekker bij mij joinen als ik hem even invite. Ik wil eigenlijk ook een keer live gaan met GTA. Alleen, ja, ik weet niet. Het gekke is dat als ik live ga op YouTube, ik kan wel live, maar ik wil op YouTube. Dus lekker weg drukken. Alleen dan is er een probleem, want je hoort mij namelijk. Je hoort alleen maar ja, de audio van het scherm. Oké, daar achter zit wel iemand. Ik hoop dat hij zich draagt. Alleen hij heeft een fucking vliegende auto. Echt, rot op met die vliegende auto's. Kijk, dat vind ik nou vervelend aan GTA, ja, die vliegende auto's. Zeg gewoon van die kleine kindjes. Het zijn ook best wie die dingen. Zeg gewoon van die kleine kindjes. Die krijgen gewoon van hun ouders gewoon lekker allemaal, coin, allemaal lekker die, ik weet niet hoe ze heten, suggest, of zo in ieder geval, ja, dat die krijgen allemaal die coins in ieder geval van hun ouders. En dan kunnen ze allemaal die dingen kopen. Alleen ja, je kunt ook promissies doen en dan kun je dat ook. Oh, volgens mij ging ik naar de dakterras. Ja. Ik ging in ieder geval naar buiten. Maar ik moet even naar de casino. Daar heb je het rad en dan kan je ook even draaien. Dan krijg je ook even wat. Dan kan ik daar even dat rad draaien ondertussen. Dit is gewoon eigenlijk diezelfde guy.
Dat is eigenlijk voor diezelfde kanaal als waar ik laatst een keer een FIFA video mee heb opgenomen, dus die ken je wel. Die staat, wacht, waar staat dat? Ik ken. Ik had nu dat begin, ja, ik heb vanavond gewoon hetzelfde taal. Want die staat ja, rechtsboven, het ietsje rechtsboven, kun je die video zien. En dan kun je die na deze video even kijken. Want daar zit de, ja, daar doe ik eigenlijk nog een friendly potje tegen hem. Alleen dat is een beetje, ja, eerst. Oké, ik weet niet als dit zo goed is. Dat jullie dit nu horen. Ik weet niet als. Ik weet niet als deze muziek bij GTA. Als die je achterkomt, zie je als het acteursrecht bevalt. Zo, even draaien. Hopelijk krijg ik geen munten. Ik hoop dan van geld of zo. Leuk, zo zijn de auto. Fuck! Kleding en daar heb ik. Oh, hallo meneer. Jogo. In ieder geval, ik weet niet als die muziek. Wacht. Ik ga even hier bij setting. En dan oud. Kijk, ik heb nu even de audio gewoon uitgesteld. Want volgens mij zit sommige muziek wat je hier hoort acteursrecht op. En dan heb ik dat eigenlijk gezegd met die acteursrechtenclaim. En dat, ja, dat mag ook weer niet. Zo, dat mag dan ook weer niet. Want anders heb je dan gezegd met acteursrechten en alles. Ja, dan heb je ook niks. Omdat sommige muziek, ja, omdat die daardoor betaald krijgen en er is een label op, zeg maar. En dan is die door die dingen, daardoor hebben ze daarmee samengewerkt. En dan is dat een claim, komt er anders op als, ja, er zit dan meestal acteursrecht op en dan is het de copyright. Wacht, of nog, nee. Ik wilde gewoon eigenlijk gaan rijden, omdat het normaal wel is. Ik zou ook even naar. Waar is dat ding? Waar is mijn. Bedrijfje? Ik ga jou niet aanvallen. Waarom zou ik jou gaan aanvallen? Ik ben niet zo iemand. En dan ben ik bang dat hij daar op een auto gaat schieten. En dat hoop ik niet. Dat had niet zo'n klein kind. En als hij mij aanvalt, dan vind ik het niet echt fijn. Voor mij kan ik ook vanuit dat ding, kan ik ook zelf ook missies starten. Ja, ik heb sowieso nog een. Ja, motherfucker. Kijk, dat bedoel ik dus. Dan gaan ze soms expres zo rijden. Oh, ik dacht van een bounty op mij gezet. Want als een bounty op mij is gezet, dan ga ik gewoon meestal gewoon lijkt me lief, omdat een bounty is, ja, dat is niet fijn, want dan als dan een raar kutkindje je kilt dan. En gisteravond was het echt
ja, zeer fijn, want toen zaten er echt gewoon alleen ik en dan die ene guy, dus ja, we hadden gewoon echt de hele game voor onszelf. Ik neem wel even mijn auto mee. Ik moet wel even goed gaan, ik ga. Dan kan ik dadelijk weer bellen. Oh, daar is een... Volgens mij kun je vanuit hier ook missies starten. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, of ik moet nog upgrade hebben en dan ga ik anders ook even doen. Ik hoop echt even dat hij op tijd gaat. Want ik heb nog dit ding. Het is echt best een duur ding. Dan kun je allemaal dingen ook neerzetten. Allemaal grote dingen eigenlijk. Alleen ik hoop ook dat hij wel even op tijd online komt. Zit dit trouwens op mijn, ja, mijn Discord heb ik eens nagestaan, dus daarom. Nu is het bijna de hele game vol, lijkt wel. What can I do for you? En dan horen we ook de hele tijd met mensen praten. Niet van. Oh, dat ziet er ook even uit. Ja, er zit echt iemand de hele tijd te krakelen. Volgens mij kan ik hier ook wat missies starten. Of volgens mij moet je dat betalen.
Dat is dan zo'n gebouw waar je zo kan doen. Oké, hoe staat er? Oh, ik had dit. Nee, dat wil ik toch niet. Ik ga het sowieso even opzoeken. Oh, hoe heet je dan weer? Volgens mij kun je daar wel op. Ik kan niet meer in de computer. Dan doe ik het wel even zo. Maar ik kan daar ook zingen. Waarom moest ik wel mijn kies op mijn net gebakken, Eikie? Of wil ze een geklop? Ja, klopt. En moet alleen kies op dan? Ja, Sanne, luister nou eens! Ja, dat is goed, maar zeg. Maak het jezelf maar. Waar kost het? Twee sneeuw weg? Ja. Volgens mij kan dat hier helemaal niet. Alleen ik wil het graag doen. Weden. Want ik wel vaak eigenlijk hier. En dan ligt er vliegtuig. Of bedoel, vliegtuig niet. Zeg ik nou. Ik wil dan eigenlijk deze. Alleen ja, dan moet ik nog. Dan moet ik even lekker 1 miljoen hebben. Ik kan ook even bij deze dingen kijken. Alleen ja, dat is niet echt iets. Welk is dit dan?
Okay, and it's weird. Oh, ik wil echt even draaien voor iemand. Volgens mij kan je dat hier niet. Maar wat staat hier? Ik hoef er wel even een beetje. Nee, maar dit is zo'n motor, hè? Zo'n, ja, maar daar gaat toch maar één persoon op ziek. Thank you.